Nou, ik ben volgens mij nog niet in de overgang, althans, ik merk er nog niks van. En, um, uh, nou, het gaat natuurlijk wel komen, daar zie ik best wel tegenop. Niet alleen vanwege die klachten van uh, nachtzweten en opvliegers en uh, nou, dikker worden. Ik heb er allemaal helemaal geen zin in. Maar uh, waar ik nog het meest tegen op zie, is die snelle veroudering. Want doordat minder oestrogeen en progesteron wordt aangemaakt... Um, Raak je in een snelle veroudering. En dat merk je aan een dunner worden het haar. Er wordt minder collageen aangemaakt, waardoor je huid slap en rimpelig wordt. Uh, je krijgt osteoporose. Nou, heel veel van dat soort klachten. En je wordt dus in een heel snel tempo opeens een stuk ouder. Nou, ik, uh, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik vraag me gewoon simpelweg af. waarom vullen we dat tekort aan hormonen niet gewoon aan? Dus met dat plan uh, ben ik naar mijn huisarts gegaan. en gevraagd van nou, ik wil graag. Uh, Hormoonsepletie. Ik wil graag mijn overgang wat uitstellen, of althans die ouderdomsklachten. Maar ja, die huisarts die zei: dat gaan we niet doen. Ik snap het enigszins wel, want ik heb niet heel veel klachten. En als ik dan kom puur om mijn ouderdom uit te stellen, dan snap ik wel dat zo'n huisarts zegt: doe maar niet. Maar huisartsen zijn gewoon, wat mij betreft, na, na wat ik allemaal heb onderzocht, te voorzichtig. Die, die zijn nog uh, bij dat oude onderzoek. Vroeger was het inderdaad ook niet verstandig. Die dosering was anders. En er was nog een belangrijk punt. Het onderzoek wat verricht was, was gedaan op vrouwen ouder dan de 60. En dan is het wel degelijk. Uh... Kan de kans op borstkanker toenemen? En ik wil niemand hormonen aanpraten. Maar als je de specialisten op navraagt. Dus de gynaecologen, de overgangsconsulenten. Mensen die er voor doorgeleerd hebben. Die zijn echt allemaal voorstander voorstanden van. En er zijn zoveel boeken over geschreven. En ook die zeggen. Uh... Je kunt gerust met een gerust hart aan die hormonen beginnen. Kijk hier. Dit boek gaat over de overgang, geschreven door José Rozenbroek en overgangsconsulent Jos Steunus. En wat schrijven zij? Ja, ik heb het niet zelf verzonnen zoals je het ziet. Hoewel er in Nederland nauwelijks artsen te vinden zijn die een vrouw hormoontherapie voorschrijven, uitsluitend ter bescherming van de conditie van haar huid. Blijkt uit onderzoek dat door het extra oestrogeen in hormoontherapie het collageen en de doorbloeding van de huid beter op pijl blijven. En dat de huid minder dun en droog wordt. Dan zeggen ze ook later nog. Um, in België en Frankrijk krijgen vrouwen, vrij, vrouwen vrijwel standaard vanaf hun 45ste hormoontherapie aangeboden. Ook al hebben ze geen overgangsklachten. Nou, helemaal. Ik ben voorstander. Nog een boek. Mag ik nog eentje voorlezen? Echt, het is geweldig. Zo'n Canadese professor, Sylvie Demers, geen idee wie het is, maar in ieder geval een gynaecoloog. En um, die zegt, ik ben vaak vrouwen tegengekomen die aan een hormoontherapie zijn begonnen en er al na enkele weken meer uitgerust en zelfs jonger uitzien. Zoals ik in hoofdstuk 1 al heb aangehaald, kan ik er bij de 60-plussers makkelijk de vrouwen uithalen die sinds het begin van hun menopauze, of ervoor, met een hormoontherapie zijn begonnen. Ze zien er niet alleen fysiek jonger uit, maar voelen zich ook jonger en stralen meer energie uit. Nou, ik heb gewoon bijna spijt dat ik niet eerder begonnen ben. Maar goed, met dat verhaal ben ik naar de huisarts gegaan. En ik heb haar echt gesmeekt om mij toch hormonen te geven. En ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga ze nu halen. Ik heb een recept gekregen. Dus tijd om naar de apotheek te gaan. Tadaa. Ik heb het, de stompillen, Ik ga het proberen en kijken wat het doet. Nou, die blijf ik wel voor altijd heel erg jeugdig.